Bezoekers van het Boerenbondsmuseum konden deze Hemelvaartsdag genieten van de vele ambachten die het museum rijk is. Zo werden er onder andere broodjes gebakken en manden gevlochten. Maar ook waren er een paar vogels neergestreken in Gemert. Een roofvogel is mooi omdat ze jagen. Ik hou wel van roofdieren. Ik was een keer naar een dierentuin geweest. Ik had een hele grote roofvogel. En toen vond ik ze wel vet uiteindelijk. Rob legde uit waar het spreekwoord iemand de loer draaien vandaan komt. Een loer, dat is zeg maar de neprooi. Daar draait de valkenier mee, die draait in de rondte. En is de bedoeling dat de valk daarop jaagt. En dan net voordat hij er is, net voor zijn neus, haal ik hem weg. En zo draai ik hem dus de loer. Dus ik hou hem eigenlijk een beetje voor de gek. Dat is dat spreekwoord ook, hè. Iemand de loer draaien, dus iemand voor de gek houden. Nou, dat doen wij in feite ook. Alleen wij doen het met een reden, dat is om de vogels gezond en in conditie te houden. Ja, en al die mensen hier, nou, dat is het voer voor vandaag, hè. De meeste mensen vinden roofvogels fascinerend. Ze zijn symbolen van wijsheid, kracht en onverschrokkenheid. Ze stralen de rust uit, ze zijn niet, ze fladderen niet zo. Alleen ja, in principe zijn ze wel wat gevaarlijker als een kip. Ik heb een buurvrouw die als ze een kip ziet lopen, loopt ze kilometers om. Maar de roofvogels vinden ze niet eng. Nu is er onlangs bij Jezizo een Stellus zeearend geboren. Ik weet niet of u daar iets over heeft gehoord. Hoe bijzonder is dat? Ja, dat is best wel bijzonder. De Stellus die zijn om een eindje zwaarder. Als die even kijkt waar die is, daar heb je die jongen. Oh ja? Die komt toen hij 6 jaar was, kwam die al bij ons op de demo. En hij is nu fotograaf van CISO. Daar doet hij ook van alles. Hij vertelt me net al van die Stellus die daar geboren was. Dus dat is superleuk. Ja, die heb ik ook een paar keer gezien. Ook een babytje al? Nee, nog niet babytje, maar wel stellenzeearend. Ik heb nog konijnenuiltjes, dat goed is, kom vandaag een mooie jonkies uit. Dus ja, dat is gewoon leuk. Jules zijn favoriet is de batteleur. Die heeft een rode snavel en rode klauwen. En die heeft een zwart kleed en die komt uit Afrika. Heel vaak hoor je, ja, die mensen die de vogels horen los in de vrije natuur en zo. Maar niet iedereen kan naar de vrije natuur. En dat is waar we het eigenlijk voor doen. Ja, nu gaat u de jeugd vermaken. Nou, ik zie al heel veel kinderen die staan vol bewondering te kijken. Hoe bent u uiteindelijk met dit beroep in aanraking gekomen? Is dat ook vanuit zo'n soort fascinatie geweest? Ja, nou, meer door mijn zoon. Die op de kleuterschool kwam een valkenier. Hij was toen de enige die zo'n vogel op de arm durfde. En vanaf toen wou die valkenier worden. Ik denk, nou, gaan we eerst eens kweken met kanaries en dan kijken we wel verder. Nou, dat heb hij altijd trouw gedaan, netjes gedaan, hoop prijsjes geworden. Toen wat moeilijker, iets met wildzang. Ook hartstikke goed. Nou, ik heb dus een paar uiltjes gekocht. Nou, 7 jonkies die weer verkocht, een ander voor weer gekocht. Ja, ik heb de valkeniersopleiding gedaan. Een goede vriend van mij die daar bij hen op school was, is nu een van mijn beste vrienden. En ik ben nu officieel valkenier en hij is nu een hovenier, maar hij doet niks meer met de vogels. Na de roofvogelshow kon men nog lekker door het museum kuieren.